Toon durf, doe wat. Alleen het moet allemaal veel sneller. Het werd een aantal malen gedaan. We praten in Nederland vaak lang. Wat is daarvoor nodig? Ze hebben nog 90% te gaan. Van Rempel, het kabinet heeft het begrepen. De ene dag is anders dan de andere. Dat geldt voor iedereen, dus ook voor een werkgeversvoorzitter. En woensdag was zo'n bijzondere dag voor Bernard Wientjes. Meneer Wientjes, waar gaan we naartoe? We gaan naar de A4, naar Leiderdorp. Waar gaan we dat doen? We gaan daar het feest vieren van het eindelijk beginnen met het oplossen van het laatste flessenhals in de A4. Want dat is nu nodig? Ja, het had 2 jaar geleden al moeten gebeuren. We stonden klaar. Men was begonnen te bouwen en toen kwam plotseling de Raad van State met een besluit. En daarom is vandaag een mooie dag. Vandaag gaan we echt beginnen. U denkt dat het echt gaat gebeuren? Ik ben ervan overtuigd. Burgemeesters, wethouders, mensen van de provincie, belangenverenigingen, bewonersorganisaties. Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat had ze woensdag allemaal uitgenodigd in een tent bij de A4 in de buurt van Leiden. Na 30 jaar praten kan de A4 hier van 2 naar 3 rijstroken verbreed worden. 2 jaar geleden leek het hele plan nog in het water te vallen. Milieudefensie kreeg namelijk gelijk van de Raad van State. Maar nu is een nieuwe wetgeving en kan de A4 alsnog op de schop genomen worden. Het is het eerste van 30 projecten in de Randstad. Allemaal wegverbredingen die de minister nog deze kabinetsperiode wil aanpakken. Maar woensdag waren de officiële handelingen bij de A4. Alle overheden die bij het project betrokken zijn, tekenden een convenant. Er werd op officiële knoppen gedrukt en iedereen wilde wel even die symbolische schop in de grond steken. Hoofdrolspeler Camille Eurlings mocht de eerste damwand slaan. Meneer Eurlings, u heeft er wel een feestje van gemaakt, hè, vandaag? Ja, maar het was ook wel op zijn plaats, denk ik. Het was een dramatisch moment toen 2 jaar geleden de rechter dit plan weer afschoot. Toen heeft VNO-NCW ook terecht gezegd, dit kan niet meer. Ik heb dat toen ook gezegd. Het was de aanleiding voor hele nieuwe wetgeving. Een spoedwet en ook een andere tracéwet dankzij de commissie Elverding. En het is heerlijk om hier vandaag het eerste resultaat te zien. De eerste schop gaat de grond in, maar het is pas het begin. 29 anderen gaan nog volgen. Hoe kan het? Milieubelangen zijn niet in het geding, de inspraak blijft overeind. En toch kan het allemaal veel sneller. Dat hadden we 20 jaar geleden natuurlijk moeten doen. Nou ja, goed, je kunt altijd zeggen, hadden we het niet eerder moeten doen. Ik constateer dat het fantastisch is dat we het nu met elkaar gedaan hebben. We hebben de inspraak gewoon in stand gehouden. We hebben de milieubelangen in stand gehouden. Hoe kan dat? Nou, wat wij veranderd hebben, is we hebben de wet veel helderder en duidelijker gemaakt. De wet was nu heel vaak onduidelijk. En wat krijg je dan? Dan zitten allemaal ambtenaren heel lang te werken om een besluit voor te bereiden. De meerderheid van de mensen vinden een fantastisch besluit. Maar dan komt er een handige advocaat en die vinden die moeilijke wet toch weer ergens een gaatje en zegt, ja, maar dat is niet helemaal logisch, rechter. En dan moet die rechter zeggen, ja, inderdaad, daar kun je inderdaad negatief over denken. Ik schiet het plan af. We hebben de wet veel simpeler gemaakt. Daarmee weten we nu gewoon wat ons te doen staat van tevoren en kunnen we ook vertrouwen hebben bij de rechter dat het besluit stand houdt. Wat gaat u nou doen met die schop die u in uw handen heeft? Deze eerste schop, die was van Transport en Logistiek Nederland, die komt bij mij in de kamer aan de wand te hangen. Ik heb er nog een groot schilderij hangen, die gaat weg en die wand komt de eerste schop. En de tweede is alweer onderweg, want ik heb van Bernard Wientjes nummer 2 gekregen van VNO. En die schop gaan we dit jaar nog gebruiken bij het tweede spoedwegproject. Want er komen er 30, hè? Er komen er 30 en ik ga mijn uiterste best doen, die 30 schoppen, alle 30 nog in deze periode de grond in te jagen. Meneer Wientjes, u ziet er goed uit. Ik voel me heerlijk. Het is gelukt, hè? Goeiedag, geweldige dag. Eindelijk aan de gang. U zei net, ik hoop dat dit het begin is van echt nieuw elan in Nederland. Wat bedoelt u daarmee? We hebben jaren stilgezeten. We willen Nederland vooruit. We willen de poort van Europa zijn. We willen het klimaat hebben voor internationale bedrijven. Dan moet je op zijn minst kunnen bewegen. En er dreigt een totale infarct van het Nederlands verkeer. Nou, dat zou ongelooflijk schadelijk zijn voor Nederland. En dat is vandaag doorbroken. Wie verdient het grootste compliment? De minister. Die heeft zijn politieke nek uitgestoken. Daarnaast iedereen die bij betrokken is, maar heel specifiek deze minister. Dank u wel. Graag gedaan.